Het, 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 dan weten we bovendien natuurlijk nog niet wie de minister-president wordt. Want dat is ondertussen ook door allerlei wonderlijke omstandigheden is dat in het ongereden geraakt. Nou, Plasterk is wel serieus genoemd nu, hè? Ja, zeer serieus genoemd. En zelfs vindt hij ook dat hij het moet worden. Ja. Want hij heeft dus een hoogst ongelukkig briefje heeft hij in de Telegraaf gepubliceerd. Die daarmee volop op de voorpagina uh, uitkwam. Nou, dat zal om zich niet lollig hebben gevonden, denk ik. Eerlijk gezegd, en bovendien is Plasterk verwikkeld in een zaak die zijn integriteit betreft. Namelijk heeft hij een collega belazerd door te beweren dat hij het had uitgevonden... ...terwijl het voor een niet onbelangrijk gedeelte door die collega was uitgevonden. Die geen cent heeft gezien en we weten dat Plasterk de miljoenen aan verdiend heeft. Ja, als, als zich een beetje de rug recht houdt op het punt van de integriteit... ...want daar is toch ook uitgebreid over gesproken... Dat is voor hem een van de hoofdpunten. Ja, dan wordt Plasterker dus niet. Zou ik zeggen. Als dit wel wordt, dan weet je dat ook die integriteit. Nou ja, altijd een keer de andere kant op kijken. Terwijl de boeven voorbij fietsen, zal ik maar zeggen. Goed. Ja, boeven, dat is misschien al een groot. Maar Omzicht heeft zelf gevraagd om die publieke excuses, hè? In de Telegraaf. Ja, niet in de Telegraaf. Hij zal hebben gezegd: je moet publieke excuses maken. En heeft. Uh, om, of uh, plastic gekozen voor de nou, telegraaf. Dat, dat is, was mij niet duidelijk. Ik had begrepen dat juist Omzicht er helemaal niet om gevraagd had. Laat staan op deze manier. Oké. Okay. En dat hij al enorm gepikeerd was over het feit dat hij in de kamer die, die auto dus. nou ja, impliciet uh, 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 zei dat hij dat daar misbruik van had gemaakt. Ja, de telegraaf heeft een reconstructie gemaakt. En daar staat dus in dat uh, Omzicht gevraagd heeft. Voor die excuses. Oh, nou ja, nou zou ik in zekere in eerste instantie niet direct de Telegraaf in dit verband vertrouwen. Maar dat kan aan mij liggen. Oké, okay, daar heb je toch wel serieuze journalisten die dat uh, allemaal uh, opschrijven. Ik doe eventjes naar die op. Ja, tot maar vooral, politi oops, vooral politiek weet ik niet hoe betrouwbaar de Telegraaf eigenlijk is. Maar goed, dat zal dan dus allemaal duidelijk moeten worden. Maar het lijkt mij eerlijk gezegd dat dat hele excuus voor dat autoritje nou niet zo zwaar weegt. Maar dat de integriteitskwestie, eerlijk gezegd, heel erg zwaar weegt. Eerst hebben we die gom van Strien afgeserveerd. Die overigens bezig was om de Universiteit Utrecht op grote schaal te blazen, En nu blijkt dat Plasterk in feite collega, maar in zekere zin ook de, de Amsterdamse, de, hoe heet het Amsterdamse Academisch Ziekenhuis belazerd heeft. Daarmee de Amsterdamse Universiteit, waar hij toch een prominent hoogleraar was. Wat ik helemaal niet wist was dat Plasterk in de Telegraaf allemaal stukjes schreef. Dat de klimaathysterie dus of overdreven was. En dat het allemaal niet zo'n vaart liep. En, ja, als ja, was columnist daar. Ja, dat wist ik niet. Ja, had ik deze Telegraaf niet laten staan. De columns van Plasterk in de Telegraaf. Dat zal je denken. ook, trouwens, de, de, de kwaliteitskrant is staat bol van de columns waarvan ik maar een heel beperkt deel lees, eerlijk gezegd. Nou, die ik leuk vind. Of waar ik het mee eens ben. Of die zo eh, inhoudelijk zo interessant zijn dat ik er iets aan heb. Ja. Eh, we gaan ze niet opnoemen. Het is een beetje lullig voor degene die ik niet lees natuurlijk. Eh. Nou zeg ik, doe mijn best. Um, nou ja, laten we nou even kijken naar de immigratie, ja. Want dat is een interessant thema natuurlijk. Eh, ten eerste natuurlijk al het punt dat het feitelijk toch allemaal weer over de asielzoekers gaat. Dat er frappant weinig aandacht wordt besteed structureel aan het verreweg de grootste groep van immigranten in Nederland, namelijk de arbeidsimmigranten. En ook de, de gezinshereniging die zich bij arbeidsmigranten ook voordoet natuurlijk. Die arbeidsmigranten, dat weten we ondertussen allemaal, komen uit de Europese Unie. Elk lid van de Europese Unie heeft het volste recht om overal in die Unie aan het werk te gaan zonder specifieke vergunningen ter zaak. Dus dat, en dat zeggen ze ook al in, in een algemene uh, stukje. Wij zeggen ja het is zaak dat we in de Europese Unie nu gaan aankaarten dat het uh, vrije verkeer van personen, dat, uh, daar moet paal en perk aan gesteld worden. We willen een opt-out. Ja. Nou ja, kijk eens, de EU. Het, de kern van de EU is het vrije verkeer van personen. En dat wordt nu door de Nederlandse regering... wordt de EU gemaakt daar nu eens een eind aan te maken. Dat is al op zichzelf zo ingrijpend lachwekkend... dat men denkt dat ze in Brussel zeggen: grote alle machten, groot gelijk. We moeten eigenlijk het kernpunt van de EU... eerst eens even de nek omdraaien, dan kunnen we verder... Dan kunnen we, daarna gaan we dan de pulsvisserij weer invoeren, bij wijze van spreken. Dus ja, dat, dat is al heel gek natuurlijk. Je merkte dat ook aan de huidige bewindspersoon dat hij daar erg lachrig om deden. Rutte zei, ja, dat kun je wel vragen, maar dat gaat absoluut niet gebeuren. Oh, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Waarom je dan die lulkoek erin zet, dat begrijp ik niet goed. Maar goed, kennelijk, dat werd natuurlijk ook door Jan en alle man gesignaleerd, dat het eigenlijk niet een gezamenlijk akkoord was. Maar eigenlijk vier verschillende akkoordjes die bij elkaar geniet waren. Wat natuurlijk ook al weinig te denken geeft over de toekomstige mogelijkheden van een dergelijk akkoord. Wel nu, dan is de kwestie: wat gaan we dan doen aan het verminderen van de asielzoekers? We komen zo weer even terug op die arbeidsmigranten, wat we daar aan gaan doen. Dat is namelijk niet zoveel. Wil jij het verschil even uitleggen tussen asiel en migratie? Want dat wordt nog vaak door elkaar gehaald. Ja, de, de asielzoekers zijn mensen die in principe uit alle delen van de wereld komen waar zij denken, voelen, zeker weten dat hun leven en dat van hun familie serieus bedreigd wordt. Oorlogen bijvoorbeeld. Dat is in het bijzonder natuurlijk uit oorlogsgebieden. Ook veel van de Nederlandse asielzoekers, begreep ik, komen voornamelijk uit. Oorlogsgebieden. Dus mensen uit Gaza die er naartoe ja. komen, dat zijn ja. asielzoekers. Ja, dan zul je zeggen, als wij ze dan niet meer willen hebben, waar moeten ze dan naartoe? Nou, daar was Wilders heel opgewekt over, dan flikkeren ze maar op naar Duitsland. Ik denk ook dat ze in Berlijn zullen zeggen, ook wat een sympathieke figuur is dat. <laughs> <laughs> ja, vooral omdat uit de cijfers blijkt dat Duitsland per hoofd van de bevolking... ...tweemaal zoveel asielzoekers opneemt als Nederland... Uh, daarover zo uh, meer, maar het verschil tussen de arbeidsmigranten en de asielzoekers is dat de arbeidsmigranten leden mensen zijn uit de EU, althans in grote hoofdzaken, en de EFTA overigens, want de EFTA-landen hebben ze dezelfde rechten in dit verband als de EU-landen. Uh, Terwijl de asielzoekers, die kunnen overal vandaan komen. Uit Afghanistan, of uit Pakistan, of uit Patagonië, bij wijze van spreken. Ik bedoel, het kan overal vandaan zijn. En die dienen een aanvraag in om asiel te krijgen van de Nederlandse overheid. En dan gaat de Nederlandse overheid bestuderen of zij die asielaanvraag terecht vinden. En een deel daarvan wordt afgewezen omdat ze zeggen dat is niet terecht, je wordt niet bedreigd, of nou ja. Het is niet een kwestie waardoor wij ons gedwongen voelen om asiel te verlenen. Het grote verschil zit hem in de aantallen. Want de aantallen arbeidsmigranten in Nederland, die zitten ergens tegen een miljoen. Dat zijn een miljoen arbeidsmigranten. Die bovendien nog, daar, daar spelen ook dus die gezins. Dat als je natuurlijk als Pool hier gaat wonen, en je woont er al twee jaar of drie jaar. Ja. dan is de verleiding groot om ook gezien de welvaartssituatie in Nederland. Je familie ook over te laten komen. En daar hebben ze het volste recht toe, want je familie zijn evengoed leden. burgers van de EU. als jij zelf bent. Eh, terwijl die asielzoekers, dat is meestal zo'n. 14% ongeveer van het totale aantal Nederlandse emigranten. Dus dat is een relatief kleine groep.